Voetbalvereniging Buitenboys in Almere maakt dinsdagochtend €21.000 over op de rekening van de familie Nieuwenhuizen. Dat is maandagavond besloten tijdens een ledenvergadering. De club gaat dus niet in hoger beroep. Vorige week oordeelde de rechter dat de club ruim €21.000 moet betalen aan de familie van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij werd mishandeld tijdens een voetbalwedstrijd en overleed later aan zijn verwondingen. Bij de benefietwedstrijd werd ruim €50.000 opgehaald, maar de familie kreeg slechts een deel van dat bedrag. Buitenboys onderzoekt wel of ze €14.000 kunnen terugvorderen van een oud-voorzitter. Dat gat is ontstaan door wat zaken die bestuurlijk niet correct zijn geweest in het verleden door de oud-voorzitter. En de vraag was nu aan de leden ook van ja, gaan we proberen dat geld terug te vorderen of niet. Dat is een wat lastige procedure. Dus daar hebben we even uitstel tot gevraagd tot de aankomende ledenvergadering in december. De leden van Buitenboys waren gisteravond bij elkaar geroepen om het vonnis van de rechtbank en de gang van zaken rond de benefietwedstrijd te bespreken. Nou, we hebben nu een mandaat gekregen om alles te onderzoeken. Dan de volgende ledenvergadering is 11 december. En dan wordt er besloten, dan wordt ook de kostenbatenanalyse gemaakt. En dan gaan we besluiten met de leden of we verdere stappen gaan ondernemen. Maar die €21.000 naar de familie Nieuwenhuizen, die wordt morgen vroeg opengemaakt? Die wordt morgen vroeg overgemaakt naar de familie, zeker. Ja. Het lijkt erop dat een ruime meerderheid van de leden in december ervoor kiest om de oud-voorzitter aansprakelijk te stellen.